Onze jongeres en de jongens vorig jaar die U21 hebben gespeeld. Onze kern bestaat voornamelijk uit jongens uit onze eigen jeugdacademie, 2004, 2003, 2002. We hebben ook proberen spelers te halen die iets ouder zijn, extern, om toch die kern competitief, zo competitief mogelijk te maken voor dit seizoen. Er zullen een aantal verschillen zijn. Hè. Het grootste verschil in eerste instantie is dat je terechtkomt in een volwassen competitie. En je komt van een U21-werking. Nu kom je wekelijks tegen volwassen mannen te spelen. Er wordt meer een competitie gegeven. Er zijn stijgers, er zijn dalers. Dus het belang van iedere wedstrijd. En een ander verschil is dat wij in een competitie komen van 20 teams. Dat wil zeggen 38 wedstrijden. Waarin wij voorheen in een pool kwamen van 12. En dan speel je 22 wedstrijden. Dus de opeenvolging van wedstrijden, de lood en het volwassen voetbal. Dat alles bij elkaar zal het grote verschil zijn. We willen zo dicht mogelijk aanleunen bij de werking van de A-ploeg. We hebben ook een professioneel staf. Zowel Jill als ik zijn fulltime aanwezig. Maar ook de kinderen is fulltime, onze teammanager is fulltime, onze keepers, coaches fulltime. Dus we hebben een uitgebreide staf om die jongens daarin zo goed mogelijk te begeleiden. We zorgen er ook voor dat er lunch en ontbijt voorzien is, dat de jongens op een goede manier de juiste gewoontes aannemen om op een goede manier, zoals een prof zou moeten leven, dat die gewoontes ook bij hun ingeburgerd worden. Dus we besteden daar veel aandacht aan en we trainen ook gewoon in de ochtend, zoals de A-ploeg, simultaan met de A-ploeg. Dus we trachten zoveel mogelijk de werking van de A-ploeg te kopiëren in alle facetten. Daarbij komt ook nog dat je de faciliteiten ziet die hier aanwezig zijn. De jongens kunnen zich in optimale omstandigheden ontwikkelen als je de fitness ziet, als je hier de indoor track ziet. De jongens hebben eigenlijk, alles is aanwezig om in jezelf te investeren en je optimaal te ontwikkelen, individueel en op teamniveau. Na de ontwikkeling binnen RAFC van de afgelopen jaren in de jeugdwerking van elite 2 naar elite 1, nu komt daar een U23 werking bij, dat is volwassen voetbal. Je ziet voor de jongens in de academie een stap richting de A-ploeg. En daarin zie je dat de club en vooral dan de jeugdwerking steeds aan het verder ontwikkelen is. Ik denk dat de samenwerking heel goed verloopt. Er is een heel goede samenwerking, officiële werking met de A-staf. Dus heel duidelijke communicatie in twee richtingen. We zitten wekelijks samen om over spelers te praten. We proberen die lijnen zo kort mogelijk te houden, omdat het toch belangrijk is. Het ultieme doel is toch voor elke jonge redspeler om misschien ooit in aanmerking te komen om een training mee te maken met de A-ploeg of een selectie mee te kunnen maken met de A-ploeg. Dus daarom dat het wel belangrijk is dat die lijnen heel kort zijn en dat er daaromtrent ook telecommunicatie is in beide richtingen. Maar ik moet zeggen, tot hiertoe loopt dat echt heel goed en perfect en het is heel fijn om op zo'n manier te kunnen werken. Ja, het is een nieuw gegeven, hè, die volwassen competitie. De jongens kijken naar uit. Ze zijn nu al 5 weken in de voorbereiding. Iedereen kijkt uit naar die start van de competitie, naar het onbekende toch wel. Er is ook spanning binnen in de groep, een gezonde spanning, omdat je te maken hebt met een aantal regels die verbonden zijn aan de competitieopzet, voor ons dan. En dat merk je. Maar die gezonde spanning die is nodig voor goede resultaten te halen. Je speelt niet meer op een bijveld of een jeugdveld, met alle respect. Je speelt in een stadion. Weten dat de supporters ons komen steunen. Weten dat er media langs de zijkant staat. Dat is weer een volgende stap in een ontwikkeling en daar kijken ze zeker naar uit.